Ja, wat kunnen hier voor jou? Ja, wie? Oh, je bedoelt ook die meloot die uit buiten die kei staat te trekken hier ook bij, wat? Hé? Ja, dat is mijn broer. Tenminste, als je het over de zus en zulf, want de mama wel ook echt ook hier. Ja, dat is mijn broer. Oh, broers dus, oké. Hoe is hij dan weer mee bezig, heer? Nou ja, die hebben zalon overgenomen van onze Bella. Die zit er levensraad voor, zeg maar. Oké, dat is leuk. Een erfenis in dat gedeelte 2, dat is niet verkeerd hoor. Nee. Maar waarvoor ik kwam, hè? Ja. Ik wil graag even een afspraak maken voor in de middag. Nog goed. Maar als dat niet lukt, dan moet ik ook een in de achtergrond horen. Ja! Ja, dit zal ik je nog heel goed gooien in de agenda lezen. Ga jij maar even kijken. Ja, hier. Er zit hier al gewoon op twee! Wat wil je voor behandeling in dit hem? Ik heel graag een bikinibax. Bikinibax? Ach, kunnen ze allemaal rest natuurlijk ook. Ja, bikinibax. Ja, maar kan ik ook een voorkeur opgeven door wie het wel laat doen? Ja, ja, dat kunnen we wel. Oh, dat is wel zelf nooit. Zeg, waar is die broer van jou mee bezig? Wat er niks van. Nee? Maar hij heeft in de theoriebak ook nog zo, dus hij zal al lang voor hem mee bezig is. Nou, jij bent wel de knapste van het stel, hè? En dat kind allemaal nooit! Hoezo niet? Die ben het één eigen tweeling. Ik ben ooit hij is eigen. Ja, dat klopt, maar dit haar is er een keer. Het is een tussenknip, zeg maar.
Thank you.